Agenten zijn woensdagmiddag een loods aan de De Kwaaiweg in Landhorst binnengevallen. De loods wordt gebruikt als opslagplaats voor synthetische drugs. Er is nog niemand aangehouden. De opsporingsdiensten doen verder onderzoek en daarna worden de grondstoffen vernietigd. Een enorme klap, ramen die eruit vliegen en vlammen bij de voordeur. Dat gebeurt allemaal na een flinke explosie in Prinsenbeek. In het huis slaapt op dat moment een hoogzwangere vrouw, haar moeder en haar dochtertje. Mijn dochter kwam naar beneden en die had echt zoiets van mama, die valt van de bank af of zo, weet ik veel. En toen zagen we, dan is het gewoon iedereen redden die dit te redden is. Dus ja. Het zit hoog nog, hè? Ja, zo. Ja, dus de kleine hebben we gepakt, allemaal naar buiten gegaan. En, het is niet leuk natuurlijk, absoluut niet, maar ik ben blij dat het wel zo is afgelopen dan hier erger. Dus ja. De politie gaat ervan uit dat het explosief opzettelijk bij het huis is gelegd en doet daarom verder onderzoek. Schreeuwen, stampen, herrie maken, ramen inslaan, bedreigingen. Ik ben bang, ja. Zulke lange wachtlijsten zijn er. Dat allemaal niet zo vlug gehad, wat dat betreft. Ze zeggen alleen maar, je moet bellen, politie komt en de politie die gaat weer. Ja, ze is echt bang dat er iemand vermoord wordt. Ja, daar zijn we echt bang voor. Bewoners uit de Bernard Zweerstraat in Waalwijk vertellen woensdagochtend dat zij het onbegrijpelijk vinden dat hun psychotische buurman nog steeds vrij rondloopt. Volgens zijn buren heeft hij dringend hulp nodig. De gemeente Waalwijk zegt dat ze van alles doen, maar dat het blijkbaar allemaal niet genoeg is. Zo zijn ze in gesprek met de politie, met de BOA's, met de woningbouwcorporatie. Maar meer dan alleen bijvoorbeeld een camera plaatsen kunnen ze op dit moment niet. Een paar uur na het gesprek met de buren loopt het opnieuw uit de hand. De man sticht brand in zijn eigen appartement. Hij is onder begeleiding van de politie uit zijn huis gehaald en wordt onderzocht in een ambulance. Bewoners hopen dat er een einde komt aan alle onrust in de straat. Een scooterrijder in Waalre is dinsdagavond gewond geraakt. Hij ging onderuit omdat een tas die aan zijn stuur hing achter een verkeersbord bleef haken. De scooterrijder maakte een flinke klap tegen de grond en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Op de oprit naar de A59 bij Wagenberg zijn twee auto's op elkaar gebotst. Waarschijnlijk is een van de bestuurders door rood gereden. Eén persoon is gewond geraakt.